Dames en heren, welkom. Mooi dat je kijkt. We staan hier in de Maria Geboortekerk in Lossen. Het is de tijd tussen kerst en oud en nieuw. En bij mij staat Erwin Bouwman. En Erwin Bouwman die is liefhebber van blaasinstrumenten. En wel van twee blaasinstrumenten. Deze, de Midwinterhoorn, maar straks komt ook nog op een andere hoorn en het is een Alpenhoorn. Klopt. Hè. Hoe is die liefde nou zo ontstaan, Erwin, voor het blaas? Als kind zijn vond ik een Midwinterhoorn nou, altijd al heel mooi. En dat heeft zich de laatste jaren helemaal weer naar boven gebracht. En ben ik weer begonnen hier in Lossen bij de adventblazers. Oh ja, en je hebt het geleerd, heb ik begrepen, vroeger als kind in de Beekhoek, want die woonde in de Beekhoek, net op Enschede's gebied, ja. En niet op Lossen's gebied. Klopt, precies. Ja. Ja, ja. En door heet. Door ook als kind zijn, kwam dat toch veel verder. Ja. Vond ik prachtig. En toen heette de poort niet al? Nee. En toen heette het 7 of 8 jaar geleden? Ja, zeg maar 10 jaar geleden ben ik hier in Lossen weer begonnen. Wie de Adventblazers? Adventblazers. Dat is ook een grote club, een mooie, gezellige club. Ja. Dat was toen nog op de school, voor soms een paar keer op een proefles in. Ja. En toen ben ik weer opnieuw met ja. God. Ja. En er gebeurde er een paar jaar geleden iets met hun hersens? Klopt, ja. Wat gebeurde er met? Hersenstoornis had en dan... Nou, overkompel. Ja, ja. Dan moet je een andere weg bewandelen. Ja, maar die ben altijd manager geweest in de autobranche. Klopt. En nu ben je arbeidsongeschikt. Ik ben arbeidsongeschikt momenteel. Ja, dat vult de jongveur eigenlijk. Ja, en dan ga je andere dingen zoeken waar je aardigheid aan hebt. Ja, begrijp ik. En dan heb ze me daar gezegd, je moet wat met muziek doen. Ja. Ik kan er met winden worden blazen. Kan ik ook op de alcohol blazen, maar dat viel nog een beetje. Ja, dat viel, daar moest je les voor hebben. Daar moest ik les voor hebben. Ja. Ja. Maar ze hebben ook geadviseerd om te zingen, maar dat ging niet, zeg ik. Want nee. Dat ik mijn liefje achter de muziek gaan, zeg maar. Ik draag graag. Hun, op de ene waren de muziek, zat ik nog in het eerste compleet. Ja. Dat gaat niet helemaal goed. En dan ging het nou goed met die alcohol? Jawel, de alcohol ging nog wel beter. Alleen het noten, ja, dat is goed. Heel goed, ja. Ja, dat zal wel. Ja. Maar goed, allerende. Allerende, dan ging dat. Ja. En dan met windhoorn, dan ging het goed op, dacht ik. Nou, en dan word je graag in zo'n lege kerk geblazen, zegt iemand. Ja. Omdat het geluid dan zo mooi is. Ja, dan komt dat zo mooi op, dat galm, zo gewoon. Ja? En dan, dat lijkt me prachtig. Nou, ik laat me verrassen. Ja, dat doe ik. Oké. Ja, bij zo'n. Verbluffend mooi. Dat dacht ik, hè. Prachtig, die nogal. Ja. Maar ik heb heel vaak met winterhoorns blazen natuurlijk. Ja. En dan ook vaak, dan doen ze dat boom een put, omdat dat het geluid wat wie het draagt. Maar dit is fantastisch. Dat is mooi. Dat is zo mooi, dat resoneert, hè, die klank. Heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Mooi, man. Ja, mooi, ja, man. Prachtig. Heb je nou ook een melodie, een losse melodie? Of is het, ja? Ja. Maar iedere gebied is de allroom. Ja. Dat is, want ieder gebied heeft zijn eigen rol. Ja, zijn eigen rol. Ja. Nou, mooi maar. Ja. Dan gaan we het zo nog even proberen met de band, hoor. Oké. Ja.
Maar dit is een Altmoorn. Ja. De overeenkomst is ook dat er uit een boom komt. Ja, allemaal hout. Allemaal hout. Maar deze komt, die heeft gekocht, die hij niet zelf maakt. Die hij kocht in Oostenrijk. Ja. En Zuid-Duitsland. Oké, en dat is ook speciaal hout waar die van maakt is. Ja, die komt uit de boomgrens uit Zwitserland, hoger dan 1200 meter. Want dan is dat langzaam groeiend hout. En dan, die worden speciaal voor gehakt, zeg maar. En dan, die blijven dan hier 2 jaar lang en dan wordt het bewerkt. Goh, mooi. En er zit bies of wat zit er omheen? Ja, riet. Hetzelfde voor de midwinterhoorn met aan elkaar knutselen, heet ze altijd. En dan komt dit helemaal omheen gedraaid. Het is heel dun hoofdmateriaal. En bies, dat doet ze dan omheen voor de trilling en de stevigheid. En je hebt lessen, je hebt noorden les voor dit apparaat, dit instrument. En het, ja, en ze hebben ook allebei een mondstuk. Met winterhoorn hebben een mondstuk van hout. En de haf, het is niet van koper. Ja. Net als bij een trompet en een andere blaasinstrument. Ja. Er zitten originele houten bij, is ook gedraaid. Ja. Maar toen ik die les kreeg en toen moest het mondstuk aangemeten worden, toen moest ik weer naar Apeldoorn. En hier heeft iemand een mondstuk aan me heen. En dan werd dat in Duitsland is dit gemaakt. Ach ja, dus is speciaal voor u gemaakt? Ja, klopt. Wat een interessant, joh. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe of dit klinkt, Erwin. We zullen ons best doen. Ja, we gaan allemaal rustig dan. Ja, oké. Okay.